gericht aan het demissionair kabinet. Wij hebben laten zien waar wij als burgers toe in staat zijn wanneer het volk samen in opstand komt. Wij zijn met velen, wij zijn georganiseerd en ons verzet gaat niet meer stoppen. 18 november is de revolutie gestart door de havens en het verkeer plat te leggen. Wij zien dit slechts als opwarmertje voor wat komen gaat wanneer jullie als demissionair kabinet doorgaan met dit beleid. Het gaat jullie namelijk niet om onze gezondheid. Het gaat jullie om totale controle van de burgers. Motie tegen social control, afgewezen. Motie tegen ongevaccineerden die apart in lockdown moeten, afgewezen. Motie om IC's op te schalen, afgewezen. Wij kijken en luisteren mee wat jullie stappen zijn omtrent de motie G2. Mark, Hugo en Ferdinand. De slachtoffers die jullie op je geweten hebben zullen ons alleen maar sterker verbinden als volk, in onze gedachten en in onze strijd. Het wordt dus tijd om te luisteren. Het volk staat erop dat jullie per direct uit de politiek stappen en dat alle wetgeving die afbreuk doet aan vrijheid en democratie wordt teruggedraaid. Stop met deze waanzin en openbaar de cijfers waarop dit beleid gebaseerd is en geef je over. Of voel de revolutie. De beweging. Einde bericht.